We gaan naar de radrijders tijdens de jaarwisseling. Daar moet een hardere aanpak voor komen. Ja, heel veel mensen die vinden dat. Want 3/4 van de mensen die zegt dat dat nodig is. Dus de mensen die agenten of ambulancepersoneel hinderen, dat die een hogere straf moeten krijgen. 3/4 van de Nederlanders die vindt dat er geen vuurwerk mag worden afgestoken in wijken waarin de politie en ambulancepersoneel wordt bedreigd. Dat staat dus in een onderzoek van INO Research. Uit datzelfde onderzoek blijkt dan ook dus dat veel mensen hogere straffen willen. Ik zei net 3/4, maar dat is zelfs 95% van de mensen. Vanaf 1 januari gaat er ook een nieuwe wet in die het ook mogelijk maakt om 3 maanden de cel in te gaan op het moment dat je ambulancepersoneel of politieagenten hindert tijdens hun werk. Dat is een verdriedubbeling van de straf zoals die er nu ligt. En voor iets meer dan de helft van de mensen zouden vuurwerkvrije zones strenger gehandhaafd moeten worden. Ook zegt een ongeveer even grote groep dat ze zich wel afvragen of het probleem niet wordt verplaatst op het moment dat je een vuurwerkvrije zone invoert en dat het dus uiteindelijk ergens anders misgaat. Uit datzelfde onderzoek van INO Research blijkt trouwens ook dat meer dan de helft van de mensen in Nederland voor een totaal vuurwerkverbod is. 45% is er tegen en 5% weet het dus niet zo goed. Ja. Mark, wat vind jij? Nou, vuurwerk moet je gewoon lekker afsteken, maar je moet met je vingers van de gezagsdragers afblijven, want die zijn er om ons te beschermen. Dus als je aan zo'n politieman zit, inderdaad vind ik die verhoging van die straf een heel goed idee. Ja, mevrouw Kuik, ik neem aan u ook. Ja, nee, absoluut. Ik geef het je te doen hoor, als politieagent. Maandag zagen we hier ook bij WNL een jongen die doof is geworden door zo'n knal. Ja, dat is voor de rest van je leven. Ja, ik kan daar echt heel boos over worden. Ja, en als we het toch hebben over dat algehele vuurwerkverbod, Mark Koster zegt nee. Dus nee. Wat zegt u? Nou nee, ik denk dat een heleboel mensen er goed mee om kunnen gaan. En we moeten heel hard degene aanpakken die er misbruik van maken. En persoonlijk hou ik van vuurwerk en knallen, daar heb ik helemaal niks mee. Maar goed, ieder zijn ding. Ieder zijn ding, ja.